De kluis wordt mede mogelijk gemaakt door Nivea Men Sensitive voor onmiddellijke verzachting. Voor alle duidelijkheid, op dit gouden boom moeten de 50 goudstaven worden verdeeld over één of meerdere kluizen. Iedere keer een unieke verdeling. Begrepen, over en uit. In dit zwaar beveiligde historische gouddepot, omringd door water, bevinden zich 50 loodzware goudstaven. Welke niet in één, maar over 4 verschillende kluizen verdeeld kunnen liggen. Welke kluizen gevuld zijn en de precieze verdeling is onbekend. Ook bevindt zich in het middelpunt van het fort de zeer waardevolle diamant. Het is aan bewakers Giel, Thomas en Stefan de taak om dit alles met hun leven te bewaken. Hey, je moet wel raak schieten, pannenkoek! Kut, dan gaat de kluis open. Er is een kluis open. Kom op, Daan! Meld. Ga terug. Dit is... De Kluis. In het diepste geheim maakt een team Killing Machines zich klaar voor de kraak van hun leven. Yes. Zie je hier de vlot, zie ik hier zo? Jij gaat die pakken. Ik ga deze pakken. Als je me hier afzet, deze pak ik. Mijn naam is Myrtle Groenert. Ik ben een professional kickboxer. Ex-wereldkampioen met Glory. Ik heb de K1 gewonnen. En vandaag ga ik een paar overvals plegen. Melly, jij hebt sowieso de tablet. Jij neemt ook gewoon de pistool. Ja. Maar ik wil ze ook doodschieten, man. Ja. Ik ben Melvin, no mercy man. De meeste mensen kennen mij natuurlijk van het kickboksen of het MMA. En deze overval ga ik gewoon doen, net als de bijnaam, no mercy. Geen genade gaan we deze overval plegen. Ik denk dat communicatie sowieso key is. Dat is belangrijk, die moet je sowieso doen. Communicatie is zeker key, Lewis. En vooral bij het veroveren van de diamant. Die met een waarde van 15 goudstaven een interessante toevoeging is voor de buit. Om dit hebben dingetje te kunnen pakken, is snelheid uitermate belangrijk. Wanneer de diamantknop wordt ingedrukt, gaan de deuren gedurende 20 seconden open. Na deze tijdspanne sluiten de deuren. Als je mij zet bij de porto, dan pak ik die porto en dan ga ik zorgen dat ik die camera gelijk kan loopen. Ja, ik ben Louis Tavares, Glory Kickboxing, light heavyweight, de meest gehate. En vandaag ga ik een kluisbijt maken. Maar we gaan alles leeghalen, we gaan gewoon voor de highscore vandaag. Infamous is in de house, No Mercy is in de house en de Predator is in de house, klaar. Ja, we gaan ze gewoon klaar. Deze team is te gevaarlijk. Dat gaan we doen. Ja, ik heb een leuk team. Melvin, ja, dat is een stier, die gaat door alles heen. Myrtle Groenhart, ja, hij moet het hebben van zijn snelheid. Dus ik heb vertrouwen in die boys, man. De hero, deze hebben we nodig. Neem dit mee. Dit is voor nodig voor die camera's te knippen. Dit gouddepot is nauwkeurig beveiligd met bewakingscamera's. Waarmee Team Stuk alles nauwlettend in de gaten kan houden. De overvallers kunnen deze bewakingscamera's per stuk uitschakelen. Door de kabels door te knippen. Kijk, we vergeten iets wel heel belangrijks. De code. De code van de kluis. 4954. Ik ga hem wel gewoon opschrijven. Deze code werkt op alle 4 de kluizen. Maar zowel onze bewakers als de overvallers weten niet welke kluizen gevuld zijn en hoe de 50 goudstaven zijn verdeeld. Maar op het terrein bevindt zich het videoarchief. Hier kunnen de overvallers de bewakingsbeelden bekijken waarop te zien is in welke kluizen goud ligt. Hey bro, ik ben te breed jongens. Je moet even helpen hier hoor. Moet die tas wat lossen? De sfeer tussen ons drie is gewoon top. Is gewoon, we willen winnen, we willen allemaal winnen. We zijn hongerig om te winnen alle drie. Stefan, die is bangerik. Die ga ik gewoon echt strippen, gewoon voor alles gewoon. Ik weet dat ik geen pistool mag afpakken, maar als hij valt wel, dus ik denk, laat ik hem schrikken van... Nee, wapen in! Het zou wel echt fire zijn als jij gewoon binnenkomt, gewoon... Je drukt gelijk, je gaat gewoon... Ik heb meteen de eerste video gehad. Dat moet je doen! Kom op, gewoon risico nemen! Oké, we gaan gas geven. Gas geven! Let's go! Gaan. Melvin, Lewis en Myrtle zijn er helemaal klaar voor. Maar zijn de boys van Team Stuk na het verlies van vorige week al een beetje scherp? Mag ik hem even lenen, maat? Ik ben ready, ben jij er klaar voor? Ja! Maat, rustig, ouwe. Ja, ik ben er klaar voor. Zijn we er klaar voor? Ja. Oké dan, heren. Jongens. Ja, echt waar. Ja, hebben we gesport, getraind ervoor? Nee, maar ik heb er wel heel veel zin in. Fijn. Top fit, jongens. Ja, voor jou hoef ik het... Oké dan! Yes, sir. Zijn we klaar voor? Ja. Gaan we strijden voor de goudstaven. Leuk, kom. Helemaal top. Pampadapa. Succes. Jij gaat zitten? Ik ga zitten, ja, dat is goed. Goed begin, hè? Ja. Het is echt lekker weer vandaag. Kijk, het zonnetje, man. We lopen nu al de ronde trouwens verkeerd. Laten we gewoon een keer een ander rondje lopen. We lopen altijd zo, laten we gewoon zo lopen. We hebben ook echt een super mooie controlekamer dit seizoen. Het is even overzichtelijker, minder groot. Helemaal high-tech. Giel voor Stefan, we komen nu de rode kluis binnen. We gaan even gedag tegen je zeggen. Ja, ik zie jullie. Hallo jongens.
Zo! Oh, kijk! Het wapen ligt hier. De kickboxers delen vanaf de start samen één wapen. In de wapenkamer op het terrein kunnen ze dit extra wapen bemachtigen. Had je hartverzakking? Steven, heb jij een paracetamolletje? Want ik heb net een hartverzakking gehad. Nee, ik heb geen paracetamol, maar wat is er? Giel liet me schrikken. Ah. Nou Thomas, dit is nog niks vergeleken met wat deze zware jongens voor jullie in petto hebben. Ze zijn strijdlustig om jullie helemaal kapot te maken. Allemaal die klok aan, samen. 1, 2, 3, tik. Let's get it, man. Gaan ze pakken, bro. De overvallers zijn gestart. Het spel is begonnen. In slechts 2 uur moeten Melvin, Myrtle en Lewis minimaal 25 loodzware goudstaven weten veilig te stellen voor de winst. Ja, ik denk dat we sowieso gaan winnen van stuk. Dat is ook waarvoor we hier zijn. En eigenlijk wil ik ze gewoon echt helemaal kapot maken. Maar ja, we moeten nog beginnen, dus ik kan beter rustig aan doen. Boys, we gaan die clowns er wel inmaken, hoor. We gaan ze aanpakken. Nee, ik ben heel erg moordlustig, maar ik wil ze gewoon eigenlijk allemaal... Ik wil ze ook gewoon al hun levens gewoon afpakken. Ja, dat we gewoon rustig gewoon alles kunnen pakken wat daar is knallen. Gewoon. Giel, jongen, we komen je halen, vriend. Thomas, Stefan, jullie zijn niks. We gaan jullie aanpakken. Over die twee maak ik me deze druk, hoor. Wij zijn bij de Groene Kluis. Hallo, wij zwaaien. Jezus, jullie staan nu bij de Groene Kluis. Ja, wij staan te zwaaien. Niet doen. Up, hallo, hier. Ik zie jullie echt niet. Ik zie alleen de Groene Kluis staan. Hè? Maar ik zie mezelf nog zitten in de controlekamer. We zijn niet geloopt, want ik beweeg gewoon. Dus jullie zitten... Ja, teringlaaiers. Godverdomme. Kijk, dit doen ze lekker. Dit doen ze lekker, die sukkels. Gaan ze met z'n tweeën gewoon bij die koude kluis staan. Kijk, dit zijn de momenten, bro. Onze tot op de tanden gemotiveerde overvallers zien via de afgetapte bewakingsbeelden op hun tablet dat teamstuk totaal niet op scherp staat. Zullen we even wisselen? Jullie willen het wel echt lang volhouden. Kijk, ik ga even naar Giel. Goed. Waar loopt hij? Het staat hiervoor. Zo, zit Thomas even in de controlekamer. En dan zou Thomas even alles hier onder controle houden, hè? Even bij de les blijven, Thomas. Want je weet niet wanneer deze topsporters zullen toeslaan. Ja, dus we hadden afgesproken dat ik naar het roeibootje ga. Het roeibootje is dit seizoen een nieuwe manier om het terrein te betreden. Dat kleine ding daar. Oh, God, ja. Hoe ik die roeibootje zie, denk ik al van nee. Die is echt klein, bro. Melly, hou hem in de gaten, hè. Top. Lewis is afgezet bij het roeibootje. Melvin en Myrtle rijden door naar het vlot. Nog een nieuw vervoermiddel. Om hier Myrtle, de snelste van de drie, af te zetten. Op deze manier kunnen de kickboxers vanaf 3 kanten de eerste aanval inzetten. Oké, okay, Melk, ben er. Ja, dan ga ik wel even verplaatsen. Succes, hè? Doe je praten. Zie je zo. Scherp, hè? Yes. Hey, goed luisteren, hè? Ja. Ciao. Maak je dat. Boys, die boot is echt klein, wat maakt dat? Ik denk gelijk dat het misgaat. Maar ja, we hebben een missie voor ogen. Dus ook zo'n kleine roeibootje gaat me niet uit het veld slaan. Als dit maar goed gaat. En ik ben erin. Wat een slecht plan, hè, dit. Ik maak niet. Ik probeer te balanceren. Ik probeer ook mijn draai te vinden hoe het werkt. Ik heb nog nooit in zo'n roeibootje geroeid. Ik heb hem losgekregen en het is nu naar de overkant. Het roeien gaat nog wat lastig bij Lewis. Maar wel een tactisch plan om zo het terrein aan de westzijde te betreden. Myrtle is het vlot met een bloedgang naar de overkant aan het trekken aan de zuidzijde. En Melvin rijdt met volle vaart richting de hoofdingang. Wat is de regel? De regel is, als je iemand ziet, schieten. Ja, meteen. Zeker, niet een waarschuwing. Als diegene blijft stilstaan, doet zijn handen omhoog, dan mag je natuurlijk niet schieten. Nee, maar zodra diegene wegrent, dan mag je schieten. Oké. Maar volgens mij is het beste motto gewoon je best doen. Zo is dat, Stefan. Meer dan je best kan je ook niet doen. Myrtle is aangekomen op het terrein. En meteen hongerig naar de waardevolle diamant. En Lewis staat ook in de startblokken. Yo, Myr. Als je moet gaan, kan je nu naar die diamant. Nu snel. Ik kan nu alvast gaan. Jongens, diamantkamer gaat nu open. Attentie, diamant, attentie. Oh. Diamant, attentie! Steve, diamant, attentie!
Attentie, diamant is weg. Diamant is weg. Attentie. Jezus, de diamant! Staan blijven! Diamant is weg, jongens. Ja, dat heb ik door. Infamous, ben je er al? Ik ga nu voor die Porto. Het doel is meteen gelijk chaos en paniek veroorzaken. Ik ga voor hem weg. Zuidzijde. Ah, ze zijn weg. Ik heb nu die Porto. Ah, dit was binnen. Kijk dan. Kijk hoe mooi die glimt. Die heb ik gepakt. Team Stuk staat perplex door de brute aanval van deze zwaargewichten. De kostbare diamant ter waarde van 15 goudstaven is binnen no time gestolen. En de overvallers hebben ook nog eens de Porto bemachtigd, waarmee ze de communicatie van Team Stuk kunnen afluisteren en saboteren. We gaan hem loopen, ga loopen. Diamant is gewoon nu al weg. Het volgende doel van deze gelegenheidscriminelen, het volledige camerasysteem platleggen door de draden op de juiste manier te verbinden. Camerabewaking, camerabewaking, attentie, camerabewaking, nu. Kom op. Staan blijven! Staan blijven! Staan blijven nu! Melf, ga terug, ga terug! Zit in de loop, jongens. Ze hebben de camera's geloopt. Ik laat de camera's los. Doordat Lewis het camerasysteem correct heeft uitgeschakeld, zijn de beveiligingscamera's compleet onbruikbaar geworden voor onze bewakers. De beelden komen nog wel normaal binnen op de tablet van de overvallers. En Melvin Manhoef, die opereert gefocust verder. Hey, je moet wel raak schieten, hè, pannenkoek! Hier ben ik dan! Mel, ik ga die kant op. Ja, ga. Hey, wil je een kop koffie? Ik ga nu naar het videoarchief, maar we moeten weten waar het goud is. Doet de cijfercode in. Myrtle, waar ben je? Ik ben bij Zuid. Groene kluis, check, over. Giel Vertoog, ga naar het wapen checken, zo snel mogelijk. Ik ben onderweg. En ik zie dat het goud in de blauwe en het rode kluis zit. Weet je dat zeker, Lewis? Volgens mij zag ik ook goud in de gele kluis liggen. Wapen is nog check. Luister dan. Goud ligt in blauw en rood. Oké, blauw en rood. Okay. De overvallers weten dankzij Lewis waar een deel van het goud ligt. Hoog tijd om wat kluizen te beroven. Ben jij bij de wapenkamer, Murray? Ja, ik ben bij de wapenkamer. Oké, dan ga ik naar die kluis nu. Hij zit in blauw en rood, hè? Ja, dus blauw is hier. Voor, ja, ja. Voorzijde en groene kluis. Rustig, over. Jongens, ik heb hier twee verdachte personen bij de westzijde. Yo! Opzouten! Wegwezen! Waar sta je precies, Giel? Over. Let op. Breng jij het wapen. Ik ga die kluis in. Maar wacht even, ik heb nu kapot veel dingen bij me. Jij wacht gewoon hier achter de deur tot je Giel naar binnen ziet komen. Dan pop jij hem. Okay. Ja, niet klem zetten, dit is gewoon klem zetten. Stefan en Giel hebben Melvin tactisch klem gezet. Hij is geraakt en mag nu 10 minuten niet meedoen aan het spel. De overvallers verliezen hierdoor een extra leven. Wanneer een team geen extra levens meer heeft, is het game over voor de eerstvolgende speler die wordt uitgeschakeld. Ik ben nu graag, je hebt nu 10 minuutjes. Ik heb één iemand afgeschoten, over. Ik loop nu naar de gele kluis. Myrtle laat het plan om het wapen te veroveren even los en gaat op zijn gevoel af, de gele kluis. Niet wetende of daar goud ligt. Hij is wederom hongerig en dit keer naar goud. En ik kijk nog even van links naar rechts. En ik zie niemand, dus ik loop er naartoe. Giel voor Stefan, complimenten voor jou. Eén iemand is afgeschoten, dat betekent dat ze leven eraf hebben. Thomas, ik wil heel even jouw status even weten. Ja, ik sta nog steeds bij het wapendepot. Goed zo. Ik ga richting de gele kluis. Kom, ik moet even geen kluis checken. Typ mijn code in. Doe de kluis open.
zie daar gewoon goud liggen. Gewoon goud. Dus ik loop naar buiten met mijn tas, die ik al half om had. Ja, stop mij nu! We laten liggen die handen nu! Stoppen! Ja, af! Myrtle is geraakt en dus voor 10 minuten uitgeschakeld. Dit kost de overvallers hun laatste leven. Sorry man, mag ik je even twee tellen. Hey jongens, volgende keer even een andere kluis openkraken. Myrtle, ben je geraakt? Jongens, ik ben geraakt man. De gele kluis jongens zit vol goud. Myrtle is ook geraakt. Dus nu, als iemand geraakt was, leggen we eruit. Ja. Harry schoppen is gelukt, maar de gele kluis beroven is niet zo makkelijk als gedacht. Tijd voor een nieuw plan, boys, want onze bewakers staan op scherp. Chill jongens, lekker gewerkt. Had hij zoveel goud? Hey, ze hebben heel veel dingen in je kluis leeg gehaald, man. Meen je niet. We moeten hier nu met z'n drieën gaan staan. Eén iemand moet nu het speelveld meteen in. Ik doe deze kluis op dichtgooien. Ik besef nu, maar dit zijn kickboxers. Ja, ik weet het, maar je moet niet bang zijn. Maar ik ga lekker, ik ben zelf ook een kickboxer. Kom op, Daan! Sorry, ik ruim het zo op. Ik kan ook nergens komen met dit soort gas. Oké, blauwe kluis is check. Stefan, kan jij rode kluis en wapendepot checken, over? Team Stuk lijkt op dit moment alles onder controle te hebben. Ik heb rode kluis gecheckt, Thomas, die is over. Ik loop naar het wapendepot. Het bemachtigde goud is weer veilig teruggelegd in de gele kluis. Ik mag weer het spel in, hè? Ja, kijk, nu hebben we nog tijd, hè? We hebben tijd zat. Dus laten we gewoon even rustig aan doen. De overvallers besluiten het even rustig aan te doen en te wachten tot Myrtle zijn 10 minuten om zijn. En dat is nu. Jongens, waar zijn jullie nu? Mur, heb je die wapen? Ik ga er nu naartoe. Daar gaat hij nu naartoe. Ja. Stilte voor de storm, jongens. Stilte voor de storm. Oké, ik heb de wapen. Mijn plan is nu, want ik ben geraakt, ik ga jagen. En ik ga schieten, dat ga ik doen. Rode kluis, check. Myrtle, ik zie iemand lopen hier. Jongens, westzijde gaan ze waarschijnlijk toeslaan. En waarschijnlijk gaan ze dan één iemand weer naar het wapen toe sturen. Hey! Bam! Ik heb eentje afgeknald. Giel zit af. Wat voelt dat lekker. Jagen, dat kan Myrtle toch wel. Giel is geraakt en mag nu 10 minuten niet deelnemen aan het spel. Dit kost Team Stuk 1 van de 2 extra levens. We moeten splitsen. Stefan, westzijde. Thomas, kom eraan. Check even de groene kluis over. Nu Team Stuk met 1 man minder is, ziet Myrtle zijn kans schoon om voor de tweede keer naar de gele kluis te gaan. Ik typ de code in. Ik zie het goud en ik pak het en ik laat het in. Stefan, voor Thomas, waar ben jij over? Ik zit aan de achterkant van de blauwe kluis. Hey, kut, dan gaat de kluis open. Er is een kluis open. Ja, daarboven. Hey! Ah, oh, shit. Ah! Kut! Hey! Say hello to my little friend, my fuckers! En ja hoor, we hebben goud. Myrtle heeft op eigen kracht, zonder extra levens en met nog ongeveer een uurtje op de klok, de gele kluis leeggehaald. De buit is veiliggesteld op een van de 5 veilige havens en dus onaantastbaar. Thomas is afgeleid door de briljante actie van Myrtle. Melvin ziet hierdoor een mogelijkheid om in actie te komen en voor de blauwe kluis te gaan. Stefan, ga jij een gele kluis checken? Ik hou de blauwe kluis in de gaten, er staat ook iemand. Manouf, ze komen nu naar blauw. Manouf, ga weg. Nou, dus ik ga gewoon naar de blauwe kluis, ik ga naar binnen, ik toets de code in. Ik zie al die goud liggen. Ik zet al die staven in de tas.
Ik blijf bij de blauwe kluis en ik heb het idee dat ze daarvoor gaan open. 1. 2. Hey, hey! Ah! Ha! Het licht is uitgegaan bij Melvin. En hij ligt nu definitief uit het spel. Motherfucker! Ik heb hem! Ik heb één iemand afgeschoten. Ha! Ik heb één mannetje afgeschoten hier bij blauw. Ah! Ben je gepakt, man? 14. Precies 14. Jongens, ik heb een diamant. En ik heb 14 goudstaven. Murto heeft al 14 goudstaven. Mijn complimenten. De diamant en 14 goudstaven is genoeg voor de overwinning. Maar ons doel is alle goudstaven. Dus we gaan door. Dat is wel risico nemen, boys. Want jullie zijn nu nog maar met z'n tweeën over. Onze bewakers moeten de volle tas met goudstaven veilig terugleggen in de kluis. Murto, waar ben je? Ik ben bij de rode kluis. Mijn volgende doel is richting de rode kluis gaan, openmaken en wegrennen. Of vallokken. Stefan van Giel, ben je er weer? Sorry, ik was in een manoeuvre gelopen. Oké, Giel, pas je tempo erop. Ik wil dat jij via de oostzijde naar rode kluis. Ik ga naar groen. Over. Melvin, man, hoef ligt eruit. Lekker. Kom op. Maar tot mijn verbazing, ik maak die kluis open en ik zie gewoon meer goud. Ik zie gewoon meer goud. Dus ik pak mijn tas, ik laat al het goud in. En dit keer waren het er meer goud dan ik bij de gele kluis had. Ik laat alles in, alles. Murto, zorg dat je daar wegkomt. Murto, ze zijn op je ass. Er gaat een alarm af! Er gaat een alarm af! Lekker hoor! Het is rood, jongens. Het is rood. Godver. Ik ga ze een beetje afleiden. Het rood is helemaal leeg. Alles uit de rode kluis heb ik. Hoeveel heb je? Even voor de duidelijkheid. Als ze alle drie afschieten, dan hebben ze nog steeds verloren. Hè? 1. 2. En rood is leeg. Ik weet niet of ze daar goud hebben weggehaald. Er ligt er nog in geel. Geel hebben ze toch helemaal leeg gehaald? Ja, kijk, hier liggen 16 goudstaven in. Liggen hier 16 goudstaven in? Zullen wij gewoon niet... Hey, zullen wij een potje boksen? Ja, dan ga je niet overleven, maar dat weet ik nu al. 16, 17, 18. Ik heb 18 goudstaven. Dus 18 plus 14 plus de diamant. We gaan voor nummer 1, boys. We zijn er. Hey, we zijn al ready, man. We gaan door. We willen de highscore. Allebei neerleggen nu, dan lopen we naar elkaar toe. Die Thomas heeft wel ballen. Hij zegt tegen mij, zullen we boksen? Dus we lopen elkaar tegemoet. Gaan we boksen? Hij denkt echt dat we gaan boksen, maar ik pak hem meteen vast en ik trek hem eigenlijk mijn kant op. Ik pak mijn wapen beet en ik zeg tegen hem dat hij zich moest opgeven. We doen nog eerlijk vecht. Ga je overgeven? Ja, ja, ja. Ik wil gewoon winnen. Heel heldhaftig, Thomas. Maar misschien niet zo verstandig om met een professioneel kickbokser te gaan knokken. Thomas raakt een leven kwijt en mag nu 10 minuten niet meer deelnemen aan het spel. Team Stuk zit nu ook zonder extra levens. Stefan van Giel, waar ben jij over? Giel is leeggehaald. Rood, er zit helemaal niks. Deze is het niet. Dus de enige kluis die nu nog telt, dat is blauw. Nou, dan ga ik voor blauw zitten. Kom naar die hoofdingang. Moet je me maar dekken, man. Mijn gano is leeg. Ja, jij gaat mij raken, ja. Ja toch? Zeker. Ik loop op een gegeven moment richting de hoofdingang bij Lewis en ik zie dat hij op schot wordt gehouden door Stefan. Dus ik sluip zo richting de zijkant, sluip ik zo. En ik kom zo bij Stefan en ik zie hem zo en hij beweegt, hij draait om en ik schiet hem. Boom! Hey, let op, my little friend! Fucking hell! Stefan is van achter geraakt door de Predator. En nu ook definitief uitgeschakeld. Het is 2 tegen 2.
Broers, je bent safe, je kan gaan. Lekker, Mary, hij ligt eruit, ik kom nu dichter jou. Stefan ligt eruit. Bro, kom. Doe het. Hier. Hé, hey, Muri, jij vangt die buiten, jij gek. Hun zijn met z'n tweeën, wij ook. Inderdaad, Louis, want Thomas doet weer mee. Ik heb diamant. Ja? Ik heb 32 goudstaven. De buiten is groot. We hebben echt een slag. Maar we gaan door. We willen alles. Ja, dus wij moeten nu eigenlijk teruggaan en hier naartoe gaan naar blauw. Lekker, boys. Maar hou er wel rekening mee dat minstens één iemand in leven moet blijven voor de winst. Myrtle en Louis lopen vanaf de oostzijde richting de blauwe kluis. Thomas is onderweg naar Giel. Do! Wij gaan hier zitten, want ze moeten alleen de blauwe kluis doen. Is het nog een kluis, hè? Dan ga jij in het groen gebouw zitten, ga ik hier zitten. Oké. En dan is het gewoon surprise. Goed plan, jongens. Opsplitsen en gluiperig die kluizen bewaken. Ik ga positie innemen, over. Dus ik loop die blauwe kluis binnen en ik denk gewoon, er zit niemand binnen. Dus ik loop. Ah, hij kwam via de steen, hè? Hij kwam via de steen, ik heb niks. Ze zijn bij die blauwe aan het bewaken. Ja, duh, want daar is de mist. Giel voor Toe, waar de fuck ben jij? Hier. Huis, kom hier, ze wilden deze kluis openhalen. Zijn ze? Ja, ik heb hem hier weggejaagd. Myrtle en ik hebben een plan. We willen zoveel mogelijk buiten. En dat zit in de blauwe kluis. We gaan alle goudstaven pakken. Hij gaat door één ingang, ik door de ander. Het is bij ons alles of niks. Giel en Thomas besluiten ook om hun tactiek iets aan te passen. En te ruilen van wachtpost. Haha, dat hoor je wel, klootzak. Pootje, kom dan. Mijn wapen is leeg. Dus ik loop terug naar Myrtle. Blijf jij hier? Kijk naar de andere kant. En we besluiten te switchen van ingang. Louis en Myrtle zetten al hun 47 goudstaven op het spel om voor een record te gaan. Heel veel dood, leef je nog. Positief. We nemen nu een risico, want we kunnen ons veiligstellen, maar we kunnen ook voor alles gaan. Ik twijfel, maar ik ga naar binnen. En ik word meteen geraakt. Louis is uitgeschakeld. De highscore ligt nu in de handen van Myrtle. Myrtle, ga naar buiten. We zijn klaar, man. Ik ben af. Thomas schiet ook Myrtle af. En zo hebben de overvallers, ondanks de 47 goudstaven, deze aflevering verloren. Bro, we hadden het gewoon moeten laten, man. Fuck. We hadden het echt moeten laten. Fuck, die gierigheid. De overvallers gingen voor een volledige knock-out van Stuk TV. Alleen heeft deze gretigheid ze alle drie de kop gekost. Ondanks dat we hebben verloren, ben ik wel trots op mijn boys. Want we beginnen er echt voor. Wij zijn zwaar knock-out gegaan. Niet een beetje ook, we zijn zwaar knock-out gegaan. En zeker als je al 47 staven hebt en dat je dan nog steeds weet te verliezen. Louis, Melvin en Myrtle hebben keihard gestreden. Maar helaas, deze kickboxers zijn alle drie uitgeschakeld door Team Stuk en gaan met lege handen naar huis. Klein applausje voor onszelf. Applausje voor onszelf. Ah, ook zeker even de props voor de drie kickboxers. Ja, ik was wel aan het begin en ik geef het nu toe. Ik was een beetje bang. Ja, maar wij hebben wel gewonnen van drie kickboxers. Hey. Yes. Dat is lekker. Yes. Ken je dat verhaal van de drie kickboxers die worden ingemaakt door de jongens van Stuk TV? Ja, echt goed verhaal. Echt een leuk verhaal. En wil jij alvast de aflevering van volgende week bekijken? Check dan snel de Stuk-app.